werden uit de auto gerukt, op een soort wagentje gezet. En ik werd als een soort beer een tent ingeleid. In de rij voor Marcel van Roosmalen. Ja. Waarom? Ja, dat vraag je jezelf ook af, hè? Ja. Zo'n fan van die man. Totaal. Zijn dikke totaal. Hier is Marcel van Roosmalen. Yo! Door een cynische man, dacht ik, toch? Inspirerend. En gewoon net anders als anderen. Ja, Marcel. Ja, ook dit is de Zwarte Cross. Wat je hoort. Ja, prachtige muziek die hier wordt gemaakt. Lokale muziek, denk ik. Nou, heel leuk. Dat hij gewoon lekker iedereen en alles door het slijk haalt. Ja, dat. Ja, heerlijk. Ja, ik weet niet wat voor ideeën erbij hebt, wat ik hier ga doen, maar... Wat voor ideeën heb je zelf trouwens? Ik had helemaal geen idee hierbij. Oh, oké. Nou ben ik voordat je opkwam nog eventjes buiten geweest. De tent die had wel 3 keer gevuld kunnen worden. Je bent enorm populair. Hoe verklaar je dat? Nou, dat kan ik eigenlijk niet verklaren. Wonderlijk. Het overkomt me. Nou, ik ben er blij mee. We zullen wel zien waar dit eindigt. We waren net op tijd. We werden uit de auto gerukt, op een soort wagentje gezet. En, ik werd als een soort beer een tent ingeleid. En daar zaten allemaal mensen met persoonlijke vragen. Die heb ik mijn best gedaan om die te beantwoorden. En, daarna kreeg ik een biertje en nu sta ik hier. Marcel, ik vind jou altijd de best wel saaie lul. Hoe komt dat? Omdat ik dat waarschijnlijk ook gewoon ben. Ik ben heel blij dat hij die podcast is begonnen, Berendag. Want daarin merk je ineens dat hij ook plezier kan hebben. En zo is het ook. Ook Marcel is een veelkantig mens. Hij kan ook lachen en gezellig doen. Ja. Ik zag je nog op een berg. Ik was op een berg, dat klopt. Ik had niet het gevoel dat je met plezier op die berg zat. Nou, het eerste uur wel. Maar daarna moesten we nog 4 uur op een berg staan. En toen kwamen er nog steeds geen wielrenners aan. Ja, uiteindelijk wel. Dat was het. Hoogtepunt van de dag. Ja. Nou hoorde ik je vriendin zeggen, hij kan ook nog wel lachen. Jawel. Als hij thuis is. Ga je vandaag nog lachen? Ga je nog ergens om lachen wat je hier kan verwachten? Wat grappigs gebeurt. Tot nu toe is nog geen aanleiding. Maar als er echt wat grappigs gebeurt, ga ik zeker lachen. Ga ervan genieten. Met je kinderen en je vriendin. Ik zal mijn best doen. Hoi. Nou, proost. Proost om Gelderland. Beetje prachtig. Dat was.